echt het beste uitzicht van Purmerend. Ik ben de mentor van deze klas. En vandaag gaan we het hebben over de leerdoelen. Wie wil wat vertellen over zijn leerdoel? Ik wil eigenlijk beter Frans uitspreken en ook gewoon de woordjes beter kunnen onthouden en zo. Hé, hey, Sharon. Hé, hey, Roos. Loop je even mee naar de Haafvleugel? Ik heb er zo'n les. Wat is de Haafvleugel? Daar geeft ze TTO, tweetalig onderwijs. Wat is TTO? Wat bedoel je? Daar geeft ze Engels. Geeft ze alle lessen in het Engels en af en toe sommige vakken Nederlands, maar... Oh, ik doe alles in het Nederlands. Oh, leuk. Loop je even mee? Ja, is goed. Dit is het gebouw waar alle TTO-lessen plaatsvinden. Laten we even kijken. Hallo, Rose. Hallo. Welkom. Come in. Thank you. Welcome to the history classroom. It's famous for the way it looks. Take a look. Kom snel mee. Hier is de high tea. Eén van de activiteiten die we doen bij TTO. Hoe ziet dat eruit? Gezellig of niet? Jongens, de kangoeroewedstrijd staat weer voor de deur. De wedstrijd waarbij we wiskundesommetjes maken en dan zo groot dat het over de hele wereld, 80 landen, 6,5 miljoen leerlingen allemaal tegelijkertijd die kangoeroewedstrijd gaan maken. Iedereen in hun eigen taal, allemaal op hetzelfde moment. Nou, jullie hebben vorig jaar prachtige scores gehaald. Ik heb vorig jaar meegedaan aan de kangoeroewedstrijd. Het is een hele leuke wiskundewedstrijd waar je met je vriend of vriendin aan mee kan doen. Ik ga je laten zien dat je jezelf ook in andere vakken kunt uitdagen. Daar gaan zij meer over vertellen. Lara, waar ga je met die bas? Ik ga naar de studio oefenen voor het eindexamenconcert. Ik heb muziek gekozen. Wat ga jij doen? Ik ben weg naar theater om Christine te maken als gesloten musical. Waar ben jij? Ik heb tech science, daar kan je veel met je handen doen en heel veel dingen maken. Wat voor shirt heb jij aan? BSM shirt, Wegen, Sport en Maatschappij. We gaan discus werken. Waarvoor heb jij die map? Dit is een speciale map die je krijgt als je TTO kiest op deze school. Waarbij je je prestaties kan opslaan van de afgelopen 3 jaar dat je TTO hebt. Verder is op de Davinci genoeg ruimte en tijd om verder te studeren en te kijken wat je leuk vindt. Bijvoorbeeld hier in het theater. Of in de kantine, waar je een lekker en gezond broodje kan kopen. Of in de gangen waar tekeningen van leerlingen hangen. En in de bovenbouw is tekenen en keuze. Zien jullie jou volgend jaar bij Da Vinci? Bij ons leer je de wereld kennen.